Het is nu ruim een jaar geleden dat ik mij teruggetrokken heb als pastoor van de Martinus en Norbertus parochie. En dat er een nieuwe pastoor gekomen is, pastoor Bouwman. Een vraag die mij veel gesteld wordt is: hoe bevalt u nu? Bent u niet in een gat gevallen? En dan antwoord ik: nee, ik ben helemaal niet in een gat gevallen. Ik ben volkomen gelukkig. Ik heb een mooi appartement. Kleiner dan die grote pastorie. En achteraf denk ik wel bij mezelf: hoe heb ik toch jarenlang in zo'n grote pastorie kunnen wonen? Maar ik heb 20 jaar lang een hulp bij me gehad, dag en nacht, een zuster. Dus alleen de laatste jaren woonde ik in dat gebouw alleen. Nu in dat appartement, het is alsof ik nog steeds op vakantie ben. Alles is gelijkvloers, je stapt je bed uit, je loopt zo naar de badkamer. Je hebt geen bepaalde voorschriften voor die dag, geen bepaald programma over het algemeen. Je bent vrij. En dat is een grote last die van mijn schouders genomen is. Ik hoef niets meer te regelen. Ik hoef alleen maar te doen wat mij gevraagd wordt. En dat gebeurt nogal eens. En dan moet ik de nieuwe pastoor bijzonder prijzen, want hij staat heel plooibaar in en heel schappelijk in. Hij zegt: ja goed, als mensen jou nodig hebben, dan doe je dat. En dan stimuleert hij dat zelfs. Nou, dat is een prachtige samenwerking. We zijn niet voor niets met z'n tweeën aan het afscheid nemen geweest, een jaar geleden. Dat was ook heel iets bijzonders. Gewoonlijk wordt de oude pastoor netjes uitgeluid en de nieuwe pastoor ingeluid. Maar we hebben dat gezamenlijk gedaan om te laten zien dat wij, nu ik in deze parochie mag blijven wonen, samen willen werken. Natuurlijk gaat hij het voortouw nemen. Hij is de pastoor. Naar hem moet je gaan en hij moet alles regelen. En dat ik er af en toe bij mag springen van hem, vind ik prachtig. En dat gebeurt trouwens ook in de buurt. Ik word in verschillende parochies nogal eens gevraagd. En dan kan ik in het weekend daar een preek houden en de agressie vieren. Ik kan nog schrijven. Ik kom nog voor de tv. Dat zijn dingen die ik nog altijd graag blijf doen. En mensen bezoeken die me nodig hebben. De nieuwe persoon die moet dan zelf maar zeggen hoe het hem bevalt. Maar u weet wel dat hij er moeite mee heeft om in deze parochie thuis te raken. Dat is ook niet te verwonderen. Hij is 12,5 jaar in Landgraaf geweest. Een heel andere parochie. En dan kom je hier noordelijker, waar de mensen anders zijn. Maar, ik heb al gezegd, het geloof is hier ook anders dan de Landgraaf, denk ik. Maar het is er wel, op een heel andere manier. En hij probeert om, dat is zijn kracht, om met veel mensen in contact te komen. Hij doet echt zijn best om erin te raken. Maar ja, het is natuurlijk in het begin een tasten, een zoeken. Maar mensen staan wel willend tegenover hem. Ik merk dat. Hij wordt met open armen nog steeds ontvangen. En ze vinden dat het een vriendelijke man is, dat hij de diensten goed doet. Nou, wat wil je dan meer? Hij is de helft jonger dan ik. Hij is van de jongere generatie. Hij zal dus dingen ook anders doen, dat doet hij ook anders. Maar die ruimte, die moet u hem geven, die geef ik hem ook. Ik heb er echt geen moeite mee als hij dingen anders doet dan ik het deed. Want het is nu zijn verantwoordelijkheid en zijn kijk op de dingen. En hij kijkt met de ogen van deze tijd. Nou, wat wil je nog meer? U zult wel ontdekken dat u er een pastoor aan hebt waar u ook aan moet wennen. Hij moet aan u wennen. Maar het begin is gemaakt. En na een jaar ben je pas een klein beetje bezig. Je moet er een paar jaar zijn om je helemaal thuis te voelen. Maar ik denk dat het wel zal gaan lukken. Als je van beide kanten elkaar omarmt, mag ik het zo zeggen. Nou, dan krijgt u een goede pastoor of hebt u een goede pastoor. En hij heeft een goede parochie. En dat wens ik
hem toe en u toe voor de komende tijd.